Dank u wel, voorzitter. Beste burgers in Nederland en mensen op de tribune die dit debat volgen. Voorzitter, in de schaduw van de wereldwijde strijd tegen het COVID-virus is er een stille ramp ontstaan die nu pas echt aan het licht komt. Langdurige oversterfte. En zelfs in 2023 blijft het aantal sterfgevallen opmerkelijk hoog en daalt het langzamer dan de experts hadden gehoopt. Uit recente statistieken blijkt dat er in 2023 ruim 169.000 sterfgevallen waren, wat slechts een klein beetje minder is dan 2022, maar nog steeds ruim 12.700 meer dan verwacht. En deze cijfers mogen niet zomaar getallen zijn. Achter elk cijfer schuilt een persoonlijk verhaal. Een verlies voor familie en geliefden. Tussen alle sterfgevallen zitten mensen die noodzakelijke medische hulp hebben moeten uitstellen. Met een eerste pijntje niet naar de dokter gingen omdat werd opgeroepen thuis te blijven, omdat anders de wachtkamers te vol waren en mensen besmet zouden kunnen worden. Ouderen en jongeren die diepe eenzaamheid hebben ervaren en mensen die overleden zijn aan het COVID-virus. Deze persoonlijke verhalen mogen nooit verloren raken in de onverschilligheid van de cijfers. Voorzitter, het ZON-MW-oversterfteprogramma vinden wij als BBB onvoldoende. Het is te gefragmenteerd en is te weinig geld beschikbaar. En elk onderzoek kent slechts enkele onderzoekers en het probleem is te gecompliceerd. De resultaten hiervan worden rond maart 2024 verwacht, maar komen er gezien de budgetten, tijd en rijkwijde van de programma's, komen de definitieve antwoorden, vraag ik de minister. Voorzitter, ten eerste heeft COVID-19 wereldwijd voor vele doden gezorgd, zowel in de acute fase als later door allerlei complicaties die het gevolg waren van het virus. En deze complicaties spelen waarschijnlijk ook een grote rol bij post-COVID of long-COVID. En deze moeten niet onderschat worden. Er was tijdens de COVID-crisis veel sprake van uitgestelde zorg. Een overmatige focus op de IC's leidde tot verwaarlozing van andere delen van ons zorgsysteem. En nog steeds kampen ziekenhuizen met langere wachtlijsten, ook door de uitval van overbelaste verpleegkundigen en ander personeel. En deze uitval lijkt ook een rol te spelen in de oversterfte. Hoe kijkt de minister hiernaar? De derde factor is er een die vaak vergeten wordt, maar volgens BBB niet onderschat mag worden. De psychische en mentale gevolgen van het COVID-beleid. De lockdowns, schoolsluitingen, de avondklok en daarbij behorende eenzaamheid. De tweedeling in de maatschappij. De manier waarop mensen die zich niet wilden of konden laten vaccineren werden weggezet als asociaal. De uitsluiting in de maatschappij die daarop volgde. Uitspraken als pandemie van de ongevaccineerden. Arm tot arm, deur tot deur. Dreven mensen tot wanhoop en hoge stress. En het is algemeen erkend dat stress en eenzaamheidsarmoede een indirecte nadelige impact op de gezondheid van mensen kunnen hebben. Ook de verhoging van het aantal zelfdodingen onder jongeren is zorgelijk. En tenslotte de vierde en laatste factor, de vaccinaties. Ook in onze samenleving bestaat er bezorgdheid over de mogelijke relatie tussen oversterfte en COVID-19 vaccinaties. En het is overduidelijk dat de vaccins ook een positieve en beschermende rol hebben gespeeld, zeker. Maar een mogelijke negatieve rol door bijwerkingen, bijvoorbeeld op het gebied van hart- en vaatziekten, moet ook onderzocht worden. En tot slot, er kunnen belangrijke interacties zijn tussen al deze mogelijkheden, maar veel is nog onbekend. En is de minister het met ons eens dat alle vier deze factoren onderzocht moeten worden in een integraal onderzoek met de oversterftecijfers van 2021, 2022 en 2023? En verwacht zij dat dit voldoende kan binnen de huidige onderzoeken met alle beperkingen? En zo niet, is de minister bereid een vervolgonderzoek te doen? Dank u wel. U bedankt, de heer Dijk van de SP.